Donderdagavond vond in Schijndel het galafeest van het Eldencollege plaats. Honderden leerlingen verzamelden zich op het evenemententerrein aan de Steeg. Al snel stond de parkeerplaats vol met leerlingen en allerlei voertuigen. Er was van alles te zien. Elektrische steps, vrachtwagens, klassieke Amerikanen en een 1915 T-Ford. Vierzieter, in perfect staat, 100 jaar oud. En komt hij uit eigen collectie of is hij gehuurd? Nee, het is mijn eigenste. We hebben deze vierzieter, een en een tweezieter en een A4 van 1929. Nou, ik denk dat jullie zeker mee de show gaan stelen vanavond. Ja, we gaan onze best iets van maken. Dat komt helemaal goed. Ja, veel plezier. De leerlingen hadden zich stuk voor stuk natuurlijk ook opgemaakt, zodat ze deze avond konden stralen. Ze hebben jarenlang hard gewerkt om hier te mogen staan. De leerlingen staan dan ook te popelen om te feesten. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, natuurlijk. Ja. En zijn de examens ook een beetje goed gegaan? Ja, wij hebben nog geen examens. Nee. Maar ook nog een beetje zenuwachtig zo, dadelijk met al die mensen langs de weg terwijl jullie langs rijden? Ja, een beetje wel. Ja. Moet er nog iemand op het dak of? Nee. Hoe was je er allemaal in? Ja. Vanaf 6:45 vertrok de lange stoet richting het tramhuis, de eindbestemming van de galatocht. Een groot deel van Schijndel was op de been om de feestende leerlingen te zien. Eenmaal aangekomen bij het tramhuis stonden de leerlingen even in de schijnwerpers. Van alle kanten werden ze op de foto gezet. Jongens, en er komt geen eind aan, wat geweldig. 2024, party time in Schijndel. Het Eldengalafeest. U moet erbij zijn geweest, wil je het meemaken? Door middel van een rode loper kwamen ze op de feestlocatie terecht, waar tot in de late uurtjes werd doorgefeest.